en welkom bij een nieuwe video. Nou, ik heb vandaag voor de zoveelste keer weer een Boozy Shop unboxing. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan kijken. Ik maak even de doos open en dan laat ik de inhoud even zien. Zo. Nou, de doos is helemaal verkreurd. Zit er zo verpakt in. Zo. Dit is dan één pakketje. En dit is dan het tweede pakketje. En er zit nog een briefje in. Ja, oké. Dat is goed. En dan is dit het eerste pakketje. Ik zal hem even openmaken. Het zit in een roze zakje. Er zitten allerlei kwasten in en... Het is een beetje verkreuk, maar het maakt niks uit. De eerste is de Hydrogel Eye Patches. En dat is Wake Up Effect. Je hebt ook natuurlijk die roze in de roze verpakking. En deze is met vitamine C en hyaluronic acid. Dus deze. Hier. Dan heb ik hier een spoelie. Die vind ik echt super fijn. Dus ik heb er een reserve gekocht nu. Want die zijn echt wel fijn. Even kijken. En dan heb ik... Ja. Oh nee, ik heb er twee gekocht. Sorry, ik heb er twee van deze gekocht. Heel slim. En ik heb drie van deze oogschaduwkwasten gekocht. Want deze zijn super fijn. Ik gebruik die eigenlijk al een tijdje. Ja, ik vond die zo fijn dat ik er nog drie reserve bij heb gekocht. Dus die zijn super fijn. Dus vandaar dat ik deze opnieuw wilde. Ik heb er nu iets van 10 of meer. Maar deze zijn echt super fijn. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. En die zit echt helemaal in deze bubbeltjes plastic. Heel goed ingepakt, dat wel. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ja. En dan heb ik hier de nieuwe oogschaduwpaletten. Deze is dan de Cool Nude Edition. En jij hebt natuurlijk ook de Nude, de Brown en de Rose paletjes. En nou is deze nieuw. Ik zal even het doosje openmaken. Het zijn hele mooie kleuren. Ja. Dat is dan product 1. Dan heb ik hier de Fix and Last Jelly Primer. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Dus ik ben wel benieuwd naar dit product. Dit is trouwens nieuw uit het assortiment. Net zoals die oogschaduw van daarnet. Ze zijn nieuw in het assortiment. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of dit wel werkt. Dus ja, daar komen we maar op een manier achter door het uit te proberen. Binnenkort komt een review van deze producten online. Ik weet alleen niet wanneer. Ja, het zal dit jaar sowieso zijn. Dus deze. Want ik heb zoveel producten nog om... Ja, en dan heb ik... Dan heb ik hier het volgende product. En dat is de Hydro Hero 24 Hours Hydrating Tinted Crème. En dit is 05. Dit is dus de lichtste kleur die ze hebben. Want ik vond die andere kleuren wat te donker. Dus vandaar dat ik dan deze wil uitproberen. In een review. Dan heb ik nog drie lippenstiftjes. En ik begin met de opvallendste. En dat is de Electric Glow Color Changing Lipstick. En zo ziet hij er dus uit. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Die ziet er zo uit. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Wel heel mooi. Het ziet er wel heel mooi uit. Op de lippen. Ja, dat moeten we nog uitproberen. Dus deze. Het ruikt wel een beetje. Niet vervelend. Maar ook niet dat ik denk, ja lekker. Maar goed. Dan heb ik hier de Hydrating Nude. En ik heb de kleur 301 Romantic. Kijk maar. Hier. Even kijken. Nou, de verpakking ziet er goed uit. Er zit ook weer een stickertje in. Op. Heel vervelend. Die ziet er zo uit. De camera kan het misschien een beetje donker voorkomen, maar dat is het niet. Het is een beetje een lichtere variant.
Hij ruikt ook wel lekker. Deze. En dan heb ik als laatste de Cool Collagen Plumping Lipstick. En die ziet er zo uit. En ik heb de kleur. En ik heb deze kleur. Dat is dan de 201 My Dream. En dat is een roze variant. Zo, die ziet er. Het stickertje zit hierop. Dat is altijd heel vervelend, vind ik dat. Maar ik begrijp het natuurlijk wel. Ik wil natuurlijk ook niet dat de verpakking zo. En die ziet er dan zo uit. Ja, op zich een hele mooie kleur. Het ziet er zo heel mooi uit. Kijk, op de lippen weet ik het niet. Daar komt dan wel een review van. Hij ruikt ook wel lekker. Die van Essence ruiken tegenwoordig heel erg lekker. Dus deze. En dan waren dit de producten uit de Boozy Shop deel 3. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie de volgende keer. Tot ziens!